Prins met The Most Beautiful Girl in the World. Eerbetoon aan de artiest die... wanneer is hij overleden vandaag? Vandaag, vandaag ja. Overleed en ja... Actualiteit hoort er ook bij, hè? Ja, dat wou ik net zeggen. Maar volgens mij gaan wij naar de volgende actualiteit. Ja. En dan betekent het altijd dat ik vingeroefeningen moet gaan doen. Ja. Dus bij deze komt hij. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, we beginnen bij Menno Koch. Want die was natuurlijk afgelopen vrijdag in het Radverlegstadion. Want die speelde bij Jong PSV speelde die mee. En dat is natuurlijk een oude bekende. Want Menno heeft het einde van het vorige seizoen niet helemaal mee mogen maken. Maar toen maakte hij wel deel uit van de NAK-selectie. Want NAK had hem gehuurd van PSV. En ja, blijkbaar oude liefde roest niet, Leon. Ja, en dat... Want onze Menno wil misschien wel weer terug naar NAC. Hij ziet daar wel weer zitten. Want wel op strikte voorwaarden dat NAC gewoon eredivisie speelt. Ja, dat dan weer wel. Hè? Er moet wel even wat gebeuren. Hij wil het inderdaad wel wat stapjes in zijn ontwikkeling maken. Hij wil niet nog een jaar zoveel op het eerste divisieniveau blijven hangen. En dat verdient hij ook, denk ik. Want het was in zijn tijd dat hij bij NAC speelde, was het gewoon een hele degelijke verdediger. Geblesseerd ging hij in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Ja, Feyenoord. Maar het was een speler die gewoon al meteen volwassenheid en coaching en toch een mate van leiderschap toonde in de verdediging. Wat voor zijn leeftijd en ervaring toch best wel opmerkelijk was. Maar hij vervulde die rol met verven. Ja. En daar des te jammer. Zo jammer was het dat hij toen geblesseerd raakte. Nou, ik zou hem graag met Van Diermen volgend jaar in de verdediging zien staan. Ja, linkspoot, kop sterk. Goede mentaliteit. Ja. Ja, dus, hij was heel erg betrokken bij de ploeg en bij het project om degradatie te voorkomen. Helaas kon hij alleen maar vanaf de tribune deel maken. Zou een goede opvolger voor Kenny van der Weg zijn? Nou, ja, als onze Kenny weggaat, Kenny van der Weg. Ja, precies. Dat denk ik ook, ja. Over die Kenny, hè? Ja. Er is vanuit Roskant, die is daar gewoon dus interesse van. Ja. Het is toch, ik zou zeggen van, joh, pak die kans en ga, weet je. Wil jij Kenny weg hebben? Nou ja, ik ben helemaal weg van Kenny. Maar ik zeg, hij is 25. En ik denk dat er zulke kansen niet meer gaan komen. Nee, dat zou zomaar eens kunnen. Inderdaad, ja. Want het is toch wel een heel avontuur, voetballen in Schotland. Ja, inderdaad. Als je die kans kan krijgen. Als je daar, ik zou het wel weten. De Noordzee kan oversteken, dan moet je dat gewoon doen. Ja. En zeker bij zo'n leuke club als Ross County. Het is natuurlijk het teteringen van Schotland, zoals we het hebben genoemd. En het past ook wel bij hem, hè? Ja. Vind ik wel. Zeker. Weet je, dat hotsknotsvoetbal, toch? Ja, inderdaad. Denk dat het zeker bij hem past. Maar ja, nogmaals, hij had geen rood haar, hè? Hebben we het vorige week al gehad. Ja, nou, misschien dat een keer een bezoekje aan de kapper, dat kan het wel geregeld worden. Ja, daarom. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, dan werd van de week bekend dat er weer een oud-speler, die gaat weer iets doen voor NAK. En dan hebben we het over Frans van Gesthuizen. Ja, wie kent hem nog? Ons Franske. Ons Franske, zeer belangrijk geweest bij de promotie in 1993. Had hij nou in die wedstrijd tegen Den Bosch nog een doelpunt gemaakt? Nee, een voorzet gegeven. Hij een voorzet gegeven, vanaf de linkerkant. Dus heel erg belangrijk was hij. Was een beetje de waterdrager van het elftal. Ja. En die komt terug bij NAK, maar Leon, wat gaat hij precies doen? Nou, hij gaat voor ons dijkhuis, voor onze marines, gaat die wedstrijden analyseren. Aha. En, dat deed John Karas altijd, maar die is toen ook die is trainer van VV Goes geworden. Die kreeg toen een echte baan. En, Franske. Nee, het is, die hebben we natuurlijk ook nodig. En niet te onderschatten, want dat is iets wat Goudelje was daar heel goed, hè, de oude Goudelje. Ja. En we hebben daar gezien dat we daar toch heel veel profijt van hebben. We zijn nog niet echt helemaal op de hoogte van het talent van Frans van Gesthuizen. Maar mooie aanvulling. Ja, in ieder geval weer een beetje NAC-DNA in de ploeg. Gaat in de club. Tot het einde van het seizoen doen, begreep ik? Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Daarna gaan we gewoon kijken wat ze nog meer voor elkaar kunnen betekenen. Of dat het na tevredenheid is. Gaat hij waarschijnlijk Willem II bekijken? Dan weet ik niet of dat we dan moeten hopen, maar ik... dat is iets anders, hebben we het straks ik over. Ik ben benieuwd welk niveau dat we dan praten. Maar goed. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. En alweer een oud-speler. Ja, inderdaad, ja. Wie kent hem nog? Jean-Philippe Becht. Becht, want het is een halve zeeuw. Nee, het is een zeeuw volgens mij helemaal. Ja, hij komt uit Terneuzen. Becht. Dus dan moet je dat anders uitspreken. Becht. Ken jij hem nog uit zijn actieve NAK-carrière? Ja. Want het is wel een naam die zeker vanaf... laten we beginnen. Hij debuteerde in maart 2000. Toen waren we net gepromoveerd. Ja. Toen waren we niet net gepromoveerd. Nee, toen zaten we tegen promotie aan tegen Kinderland. Dus
En die stopt ermee. Want hij is er klaar mee. Het is mooi geweest. Ik heb te veel last van mijn Achillespezen. En ik slik voor elk duel pijnstillers. Dat deed volgens mij interlieveling ook op het eind. Ja. Maar hij stopt ermee. En waar voetbalde hij op dit moment? Nou, hij was volgens mij bij... dan ga ik eens even kijken. Volgens mij was hij nog bij Roda Boys bezig. Ah. Een club uit ergens. En dan gaat hij nou verder in de technische staf, zoals wij het zo begrijpen. Kijk, dus onze Jean-Philippe hangt zijn schoenen aan de wilgen. Ja, inderdaad. Dat moet er ook zijn. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Ik ga even kijken wat er dan op het lijstje staat. Daar staat hier iets met Stier en Ars. Dat moet je even toelichten, Leon. Ja, hij heeft er wel gewonnen, hè? En ja. Dat heeft hij fantastisch gedaan, want hij heeft alles de boel op vast. Want anders hadden we nog een paar mooie statistiekjes erbij kunnen hebben. Maar hij heeft wel gewonnen. De brons tegen Stier, noem ik hem even. Want de bronzen Stier, ja, dat moeten we naar... we zijn in de prijzen gevallen. En waarom win je een bronzen Stier? Dat is wanneer je... We hebben geen periode gewonnen. Nee, inderdaad. Maar dit is volgens mij geloof ik de enige prijs die wij in het lopende competitie zullen krijgen. Hij is topscorer van de vierde periode. Zo. Ja, en hij heeft daar evenveel gescoord als Ricardo Kip. Dat is die mooie naam. Kip, mijn favoriete speler. Zwarte Kip. Kip. Dat is die jongen van FC Almere City. Ja, die hebt ook nog die speler van Helmond Sport. Kerk. Die wil ik ook nog wel een keer. Kerk en Kip in één elftal. Dat lijkt best leuk. Ja, fantastisch. Met nummer 3 Kerk. Met nummer 4 Kip. Kip. Je wilt voor het voetbal. Ja. Dat die samen ook in het centrum staan. Ja. Kerk en Kip. Ja, inderdaad. Is er nog een ei? Want uit de ars van de kip komt... Nee, oké. Okay. Ja. En die had er evenveel gescoord, maar die had er ars had er minder minuten voor nodig. Kijk. Hij krijgt die stier. God, wat een prijs, hè? Zou hij daar blij mee zijn? Ja, nee. Zou het NAC-museum daar blij mee zijn? Ja. Gaan we nou... Willen wij dat ding in het NAC-museum? Dat is de vraag. Ja, nou ja. Ik denk niet dat ze de kast gaan openmaken voor reliquie. Nee. Die mag bij je Sjoerd Ars op de school steken. Ja. Ja, dat lijkt me duidelijk. Nakpraat, Grabbelton nieuws. En dan werd van de week bekend dat Anthony Lerning er eindelijk mee gaat stoppen. Eindelijk. Ja, maar dat vinden we natuurlijk allemaal niet. Leidend weg, hoor, is dat nu aan het worden, denk ik. Ja, want hij had er eigenlijk een beetje op gerekend, naar eigen zeggen. Zo liet hij weten aan Omroep Brabant. Van afscheid van betaald voetbal. Normaal gesproken gaat er dan zit je met je nette pak op de tribune. En dan mag je ergens in de rust of zo komen opdraven op het veld. Krijg je dan bos bloemen en een mooie foto in een lijstje. En rondje langs de tribunes en zwaaien. Nee, maar hij krijgt dus gewoon een heuse afscheidswedstrijd. Ja. Voor mij zelfs 2, want NAC wil ook iets gaan doen. Ja, ik weet niet of dat exact hetzelfde is, maar... Het is zo dat, ik heb het gelezen, ze gaan in september, 2, 3 of 4 september willen ze een wedstrijd organiseren tussen Den Bosch en NAC Breda. Ja, dat is hier dus... in Breda, om afscheid te nemen van Lulling. Klopt. En aankomende wedstrijd, dat is de thuiswedstrijd tegen Den Bosch, mag hij 5 minuten voor tijd nog even invallen. Hij voetbalt bij Den Bosch. Ja, dat weet ik, maar dan mag hij 5 minuten voor tijd nog even invallen. Ja, juist. Om uiteindelijk ook actief nog afscheid te nemen van de supporters daar. En dat is toch wel een mooi dingetje. Dan zul je toch rekening moeten houden met je wissels. Maar ja, het doet er eigenlijk niet zo heel veel mee toe bij de Bos. Dus wat dat betreft een mooie gest aan onze Anthony. Ja, absoluut. En dat verdient hij zeker. En ik hoop dat die wedstrijd bij NAC inderdaad ook doorgaat. En dat een hele mooie happening gaat worden, Leon. Want dat heeft hij meer dan verdiend. Ja, maar in Den Bosch heeft hij natuurlijk ook erg veel jaren. Bij hem is het al begonnen natuurlijk. Hè? Ja. En hij zegt ook van ja, de laatste 10 jaar heeft NAC gewoon een bijzondere plek in mijn leven. In mijn carrière gemaakt. En elke keer als ik over NAC begin, dan begin ik te stralen, zegt hij. Ik moet eerlijk bekennen, als ik aan de voetballer Lerning denk, ook zeker in het NAC, begin ik ook te stralen. Dan denk ik weer terug aan die mooie periodes. Met zeker die NAC Roda, maar ook die drift die hij absoluut had. En aanstekelijk was voor de tribunes en de rest van zijn, van zijn ploeggenoten. Ja, mooie doelpunten. Dat soort dingen zien we graag terug. Inderdaad. Ik heb hem een keer in een artikel op de Rad, heb ik hem al omschreven als de vonk. Gewoon de persoonlijking van de met de hoofdletter, vonk. De vonk. De vonk, inderdaad. Hij was de persoonlijking van wat wij graag op de tribune zien om de boel aan de gang te krijgen. Kijk, ja, helemaal met je eens. Dat is mooi. Ja. Hoogtepunt, de wedstrijd tegen Roda JC. Absoluut. Dat, met stip. Met stip, ja. 2 seizoenen geleden. Toen we nog met 5-3 wonnen, 5-2 wonnen. En toen er uiteindelijk in bleek beleven in de Eredivisie. 1-3 achterstaan. Ja. Oi. Ja, ja, ja.
En een ander hoogtepunt vond ik wel de 0-4 in de Kuip. Dat hij weliswaar niet scoorde. Dat was dan wel heel erg jammer. Maar dat hij wel anderen liet scoren. En dat er nog wel werd geprobeerd om hem een doelpunt te laten maken. Weet je nog? Ja, dat weet ik. Hij had een beetje pech toen. De laatste 10 minuten werd volop lulling gespeeld. Ja, werd hij volop gezocht om te scoren. En dat lukte iedere keer net niet. Zo jammer. Ik denk als hij had gescoord dat hij die Kuip 6 keer was rondgerend, denk ik. Ik denk dat hij daarna was gestopt met voetballen. Ja. Dat zou best wel eens kunnen, ja. Mooi. Maar, goed, dat was de Grabbelton. Ja, we gaan zo meteen straks hierna naar de volgende plaats. Dus even kijken naar die play-offs. Hè, hoe daar nou ja, hoe dat zit. En we hebben natuurlijk de actuele stand van zaken hebben we bij ons. En dat gaan we allemaal even vertellen. Maar we gaan eerst muziek draaien. Ja, maar in excess. Ik ga voor Yet, Are You Gonna Be My Girl? Nou, die had ik goed klaarstaan. Dus kijk, heel die goed. Komt er nu gelijk aan. Tot zo na deze plaat. Yet met Are You Gonna Be My Girl.